weer lekker op pad. Waarom dat jullie ons gemist hebben, zal ik straks wel vertellen als we gewoon op een plekje staan. Kan het face-to-face, om het zo maar te zeggen. Maar we hadden onze redenen om tweede afslag niet te hoort op te gaan. Maar dat is nu achter de rug. We zijn onderweg naar Otterlo. Naar camping, hoe heet die ook alweer? Muizennest. Nee, Mussennest. Oh, Mussennest. Het Mussennest. Moet je eigenlijk ook niet aan mij vragen, hè? Nee, is ook eigenlijk dom, hè? Ja, maar ja, goed. Het is wel... ja hoor, tuurlijk. Godsamme liefhebber. Dat is altijd, hè? We rijden altijd te snel, joh. Wat is nou? Het is fripsjes. Ja, het is 4 graden. 4 graden, mise. Maar we hebben het eerste cadeautje al gezien. Ja, we hebben een mooie ree in het veld zien staan al, hè? Ja, toppie. Nou jongens, jullie... Zo, kijk eens even voor je. Kijk, kijk gaaf. Of we hem kunnen zien zo. Ja. Wow. Leuk, hebben. Hebben. Hij staat erop. Oh, hij blijft voor ons. Leuk. Mooie Amerikaan, hè? Ja, die moet ze een camperuitvoering hebben. Zoiets. Toch? Ja, dat hebben ze wel, hoor. Nou, jullie zien ons straks. Dit is het weggetje. Ja, even een onverhard weggetje. 1 kilometer moeten we nog. Nou. Of je ziet dat we er zijn, of je ziet dat we eruit getrokken worden. Ja, of je ziet er weer een trekker voor staan. Als die in de buurt is. Nou ja, je kan niet zeggen dat het niet midden in het bos ligt. Het hier wezen, denk ik. Nee. Kijk, Natas loopt voor. Het is hier een aardig complexje, geloof ik. Met allerlei gebouwtjes en dingetjes. Dus Natas is eventjes aan het voorverkennen. Moosje ziet zijn vrouwtje lopen. Die heeft zoiets van, hé, wat is dat? Kijk, daar hebben we al een bord. Ja, ze hebben geloof ik van die lege tenten en huisjes en groepsaccommodaties, noem het allemaal maar op. Kijk, het staat ook buitencentrum het Mussennest. Kijk. Zie je het? Nou, ik ga hem even verder inrijden. Hoi allemaal, nou we zijn gearriveerd. Ja, mooi stekkie. Camping de Mussen. Mussennest. Mussennest is dat. Nou, we zijn helemaal alleen hier. Wat je hoort klotsen zijn de eieren. De eieren staan te koken. Het broodje zit in de oven. We gaan zo lekker eten. Het is 6:30. Ja. Nou, we zijn eindelijk weer op pad na 2 weken. Ja. Eventjes voor onze volgers op YouTube. Voor jullie komt het misschien helemaal uit de lucht vallen. Voor de mensen die ons volgen op Facebook. Adriaan Tour. Adriaan Tour. Niet echt. Ik had het er nog niet helemaal op gezet, maar het was eigenlijk 1 en 1 is 2. 2 weken geleden kwam mijn vader slecht te leggen. Die lag in het verzorgingshuis al een tijdje. Maar hij ging heel erg hard achteruit. En vorige week woensdag is hij uiteindelijk overleden. En afgelopen dinsdag hadden we de uitvaart. Ja. Alles is netjes gegaan. Absoluut. En het is goed zo. Ja. Het is heel verdrietig, maar iemand weg te zien kwijnen en af te zien takelen door dementie. Nee, dat gun je niemand. Nee. Dus we hebben er vrede mee. Het is goed. Er is rust voor hem, maar ook voor ons. Ja, zeker weten. Dus ja, dat was eigenlijk waarom dat we er dus niet waren. Nee, dan moet het een en ander geregeld worden. Kijk, dat is één ding wat je zeker weet in je leven. Dat je daar allemaal een keer voor komt te staan. Ja. Dat soort dingen. En we hebben het helaas al meer mee moeten maken. Maar ja, goed, nu weer. En het komt altijd... Komt toch onverwachts. Ja. Ondanks dat je het aan ziet komen, het komt toch onverwachts. Ja, nou, dat was dus inderdaad de reden. Super, super. Maar ik ben lief. Trots op mijn vrouwtje, hoor. Niet doen, want dan ga ik janken. Nou, nee, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Maar ook super lief van de mensen. De kaartjes, de berichtjes, de bloemen. Ja.
Absoluut. Zo lief. Dankjewel. Hartstikke bedankt allemaal. En wij gaan nu weer... Ja, hè? Ik ga zo eens even laten zien... We zijn in de kerststemming al. Ik ga hem eens eventjes omdraaien. Ga je zien. En mooi geletterd snow, hè? Nee, joh. Ja, een klein beetje dan even. Ja, joh. Maar we staan weer op het gras. Dus je hebt weer kans dan we dan... Ja, en de verkeerde kant heen. Dus dat wordt... En die vent heeft geen trekker. Of die man heeft geen trekker, geloof ik, hè? Nee. Ik moet de eieren eruit halen, ja, schat. Anders dan gooi je iemand zijn hersens in. Kijk, zoals je ziet zijn we in de kerststemming, hè? We hebben het boompje neergezet. Ja, ik heb nu eventjes de verlichting gewoon... Ja, het klote beeld dan, hè? Ja, anders wordt het beeld helemaal zo donker. Maar kijk, kaarsjes branden. Volgende week moeten we nog eventjes wat meer meenemen. En eigenlijk is deze boom niet goed, hè? We hebben thuis nog eentje staan. Ja, die kan ook blijven staan onder het rijen. Ja, deze flikkert om onder het rijen. Maar ik zou even... Het is een beetje te, maar... Ja, maar kijk, als het goed is... Ah, ja, zie je maar door lichtjes. Kijk, gezellig hè, Tars. Ja, maar is veel beter zo. De donkere dagen voor kerst. Nou, wij zijn in de kerststemming. We gaan vanavond niet de grillplaat aandoen. Dat gaat vast nog wel komen. Morgen. Morgen hoor ik net. Nou, de tas die is... kijk, breukjes uit de oven. Nou, nog daar is ze mee even bezig. Dus. Hoeveel eitjes wil je hebben? 2, 3. Dus we 6. Zijn... we gaan lekker eten. Goedemorgen. Zaterdagochtend. Top geslapen. Man, wat is stil hier. Leg een beetje sneeuw. Kijk. Helemaal leuk. Ik heb mooiste jasje maar even aangedaan, want het was koud. In zo'n losloopgebied. Daar gaan wij dadelijk dus niet in, maar... En dat is als hij gelijk vanaf de camping komt. Hier is de camping. Joep. Helemaal mooi. Nou, ik ga het even motie doen. En dan even goed wakker worden. Kijk, zo staan we. In de sneeuw. Hier op een veldje. Daar heb je nog een of andere receptie, zag ik daarop staan. Plekjes met stroom. Hoeveel ampère weet ik niet. Ik weet ook niet wat het kost. We gaan zo eens even betalen. Wel gezellig zo met die sneeuw hoor. Ja, we gaan even lekker een stukje wandelen. Kijk, daar heb je nog een of ander huisje. Waar de mensen die de mensen kunnen huren. Nou, we gaan eens even kijken. Zo, aardig drassig hier. Kijk, sneeuw blijft liggen. Leuk. Nou, we lopen in de bossen. Hé? Petje op voor de nattigheid. Ja, zeker. Moet je kijken, ik zou ze laten zien. Aardige plasjes hier. Moos kan gewoon gratis zwemmen, joh. Ja, maakt niet uit. Kiezen we zelf voor om hier te lopen. En op de camper lijkt het altijd net alsof het keihard regent. Natuurlijk vallen er wel wat druppels, maar het is nou niet zo extreem. We lopen nu een stukje in het losloopgebied. Ja, daar gaan we ook zo heel rapido uit. Ja, daar gaan we zo uit. De tas heb weer een paal geslagen. Oh, dit is een aardige. Ja, maar dat is langs de zijkant. Anders kan die... Kom maar, muis. Dan hebben we natte voetjes. Moosie zijn jasje aan. In de kerstkleuren alvast. Nou, ik neem aan dat het wel lekker stil is in het bos. Ik denk dat er weinig van die mafkezen nu boswandeling gaan maken. Maar goed, wij wel. Het is voor ons natuurlijk alweer 2 weken geleden. We hunkerden naar de bomen. Nee, dat is onzin, maar... Zoveel ontspanning.
We gaan verder. Wat? Dat is een aardige hindernisbaan zo met al dat water. Maar het is, zoals ik al zei, heerlijk stil. Uitkijken dat je niet op je muil rijdt. Gelijk een nat pak. Moosje heeft ook prima naar zijn zin. Ja. Hè? Die loopt lekker overal doorheen te blazen. Ja, en ik dacht dat ik een waterdichte jas had. Jammer joh. Jammer joh. Je bent al tot op je hem toe nat. Voel me schouw is nat worden. Ja. Moeten we maar eens een keer naar de andere kijken, hè? Ja, Moos vindt het fantastisch, hè? Hey, wacht. Lekker door dat gras met de sneeuw heen ja. Jumpen. Heb je lekker een waterdichte jas aan? Ja. Zo, we zijn weer bij de ingang van het mussennest. Niet zo'n grote wandeling. Maar het is ook nou een beetje kloten, want je moet zo opletten waar je loopt met al die plassen, dat je eigenlijk niet echt eigenlijk een focus op de beesten. Maar het was wel een lekkere wandeling. Kijk, hier gewoon het bos. Lekker plekje. Iets of wat aan de dure kant. Het was net afgerekend, kost €25, inclusief stroom, ik weet niet hoeveel ampère. Maar ja, de locatie daarentegen is weer top natuurlijk. Daar betaal je meestal ook wel voor. Je oude zou zeggen, een beetje duur als niet te koop. Ja. Maar, kon niet elke week zo weten. Daar is hier nog zo'n lege tent staan. Dus gesproken, 5 jaar geleden zijn hun hier opgekomen. Ze pachten het. En dan doen ze van alles. Huisjes, groepsaccommodaties, camperplekjes. Maar ja, nogmaals, ja, de locatie is fantastisch. Veel losloopgebied hier in de buurt. Maar ja, het is niet anders. Ja, het is eigenlijk een blokje hè, wat losloop is. Ja. Dit is dan de ingang. Sanitair ook aanwezig. Zo meteen eens even kijken. Ja, het is een grote Vlaamse reus geloof ik daar in de hok, hè? Ja, Moos God zei dat gisteravond het koud is in het donker. Ja. Hier het sanitair gebouwtje. Even kijken. Ja, het ziet er nu allemaal een beetje anders uit, hè? Met de vieze weer, wind. Hier de buitenafwasplaats. Hier het sanitair gebouw aan de binnenkant. Nou, ja, prima toch. Wasbakje. En hier het grijntje. Kijk,
Ja, lekker douchen, thermostaatkraantje. Nou, alles aanwezig, prima. Kijk, hier zie je nog meer gedeelte van het terrein. Kijk, het zijn allemaal accommodaties. Waar groepen terecht kunnen voor evenementen, noem het maar op. Ze kunnen hier lekker slapen, eten. Alles kan verzorgd worden, de catering. Kijk, dit herkennen we eigenlijk nog wel. Hè? Van, als je een weekje met schoolreisje ging of zo. Als je met z'n allen gaan eten. Banken. Ja, het is een immens groot terrein. Het is geloof ik iets van 3, zoveel hectare. Tafeltennistafels. Heel tentenkamp hebben ze ook. Zullen we even kijken. Hier nog een buitenafwasplaats. En daar zie je weer een gebouwtje. En een volleybal. Nou, er kunnen onwijs veel buitenactiviteiten gedaan worden. Grote partytenten, er zijn lege tenten. We zullen daar eens even heen lopen naar die lege tenten. Kijk, dat is toch waanzinnig voor die jongeren. Dan zie je hier met z'n allen lekker in die tent kunnen zitten. Lekker fikkie stoken, noem het maar op. Ah, fantastisch. Voor elk wat wils hier aanwezig. Nou, en hier zijn we weer op de minicampingie. Plek voor 4-5 plekjes. Het is super, super stil hier. Heerlijk. Het weer zit niet echt mee, maar goed, dat wisten we van tevoren. Dat is een keuze. En dat vinden wij prima. Nou, ik ga lekker even naar binnen. Even wat warm, even lekker warm worden. Volgens mij heb Natasja een chocomelletje of zo klaargemaakt. Gaan we eens even kijken. Zo, ons verzopen katje. Waar zien dat, Moos? Ja, je rug niet, hè? Maar hij is weer droog. Want, even zo. Ik was te laat met de deur dicht doen. Kijk. Ik denk, holy Moses. Ik denk, plum maar even rauw een paar handdoeken. Op bed. Kijk. Moos had zoiets. Je bent te laat met afdrogen. Dus ik doe het zelf even. Maar ja. Broek is super. Alleen. Zie je het. Kijk. Ik moet er nog even nieuwe schoenen een keer kopen. Want niet waterdicht. Wil je het doen, Moos? Moet je een bad? Moet je in bad? Moet je naar de kapper? Nee, hè? 2 weken ga je naar de kapper. Ik ga lekker warme chocomel maken. Het plan is gewijzigd. Ik zei dat ik chocomel ging maken, maar ik had nog broodjes gesmeerd voor onderweg. Maar het was nou niet echt weer dat je zegt, we eten lekker even een broodje op een bankie. Dus broodjes maar op tafel gegooid. En ik had van thuis... had ik lekker verse tomatensoep meegenomen. Dus kunnen we lekker warm worden. Want Sim die had ijsklompjes. Nou, eten we straks. Zo, het laptopje staat klaar. Ik heb even een gedeelte van de vlog al in elkaar zitten zetten. Dan hoef ik in ieder geval zondagmiddag niet de hele middag te zitten. Ah, de tas is in de kitchen bezig, hè? Kijk. In de kitchen. In de kitchen. Ja, ja. Een en ander klaarmaken, hè, voor de grillplaat. Beetje nou, maar jezelf en een beetje van die jumbo. Ja, toch? Oh. Piep. Nou, maar eventjes een grotere bak met vlees genomen. De verleden keer hadden we niet zo, zo gek veel, hè? Nou ja, toen had ik zelf nog filetlapjes erbij me. Was wel heel karig. En ja. Dat andere vlees wat er toen bij zat, hadden we zoiets van, nou, vreet er maar niet op. Dat zag er nou niet zo lekker uit. Nee, dat zag er niet zo fantastisch uit. Zal ik de staartjes er maar afhalen? Van die garnalen, ja.
Anders kraak je dadelijk. Nou, de voorbereidingen zijn in ieder geval in volle gang. Ga goed zo. Priem. We hebben al honger, hè? En het is nog geen eens laat. Het is. Het is 5:10. Kom van die barre wandeling. Ja. Lekker tukkie gedaan daarnet. Ja, lekker even geslapen. Kom, dan word je soezig, hè, als je dan in die kou bent. Ja, die kachel ook. Want ik heb die kachel even in gier gegeven en ik vind het eigenlijk nou nog koud. Kijk. Ja, het is 22, ga je uit. Kun je dat zien zo? Kijk, 22 graden, 2 graden buiten. Je hebt maar nog koud. Ik heb Ton om maar even een tikkie hoger gezet, dat het wat warmer wordt dan 22 graden. Maar ja, nogmaals, er komt gewoon bij ons thuis. Wij hebben echt altijd die allesbrander aan. Van de week, heel de week, bijna 27, 28 graden thuis. Ja. Dat is ook niet grappig hoor. En dan de raam open, hè? Ja, dat moet wel, want anders dan... Ben een beetje te. Dus loopt de reuzel daar waar het niet wezen moet. Maar goed, dat is het, hè? Dus ga Moos doen. Eens kluif pakken, heb gegeten. Moosje ook, Moosje heb even gegeten. Kijk of je het kan zien zo. Moosje gaat even een beetje spelen met zijn kluifje. Nee, hij gaat kluiven. Hij heeft gelijk. Nou, ik ga nog even verder in de keuken. Oh nee, jij. Nou, ik ben klaar hoor, jongen. En zo zitten we dus aan tafel dan. Maar ja, dat heb je denk ik al wel vaker gezien, hè? Verrassend, hè? Ja, echt verrassend. Maar ja, wij zijn zo gek op grillen en barbecuen en vlees en noem maar op. Hebben ook te maken met koolhydraatarm eten, hè? Jawel. Ik bedoel, dan mag je natuurlijk lekker vlees eten. Een goed excuus. Ja. Maar in het weekend doen we natuurlijk wel zondag, hè? Maar door de week houden we ons eigenlijk er goed aan. Ja, toch? Nou, dan... Ik kan wel zien welke kant van cynisch, hè? Hoezo? Nou, dat je lekker veel groente ook erbij hebt. Ja, kijk, dit zijn mijn groentes. Hier. Peentjes. Hier. Allemaal groentes heb ik. Nou, wij gaan lekker eten. Goedemorgen. Middag. Ja, middag? Ja, 12:30 geweest. Oh, 12:30 geweest. Ja, we staan weer in de stalling. Ja, het zit er weer op. Het zit er weer op. Nou, we hebben genoten van dit weekend. Ja. Ondanks dat het weer wat minder was. Maar we hebben sneeuw meegemaakt. En dan vind ik het was echt altijd fantastisch. Ja, ben ik weer net een klein kind. Ja, dan ben je net een klein kind, hè? Let it snow. Nee, maar we hebben het prima naar ons zin gehad. En ja, we hopen zo onze weekendjes weer voor te kunnen zetten. Het is een wat kortere filmpje, want we zijn niet zo lang wezen wandelen. Nee, maar was er even lekker. Ja, was hartstikke lekker. We zijn er even lekker uit geweest en dat is voor ons het belangrijkste, toch? Ja, even weer een klein beetje bijtanken. Het mussennest. Was het toch? Mussennest? Mussennest. Ja. Op zich leuk, maar ik denk voor campers niet echt heel erg geschikt. Nee. Want net met wegrijden hadden we alweer zoiets van... Holy shit. Ja, de plekken die zijn sowieso niet verhard. Dus ja, er is aardig wat regen gevallen. Plus het pad daar naartoe. Dat is echt in Otterlo. Echt zo'n zandweg. Ja, het is dus, ongeveer 1,5 kilometer. Ja, zeker. Echt huppie ja. De buppie. En je moet echt zorgen dat je door blijft rijden. Anders heb je een probleem. Maar goed, we zijn er weer gekomen. Nou, ja. Ik zou zeggen... Bedankt weer voor het kijken. En nogmaals, dankjewel voor jullie lieve berichtjes. Absoluut, absoluut. Daar zijn we heel erg blij mee en dat doet ons heel veel. Dankjewel. Bedankt voor het kijken en vergeet het niet, hè. Ergens daar, ik weet het niet, te abonneren op ons kanaal, hè. Dan mis je niks. Hey. Tot volgende week. Doei, doei. Doeg.